Een goed pleidooi is een pleidooi dat aan de ene kant alle juridische voetangels en klemmen goed behandelt. B, dat op een zodanige manier gedaan wordt dat de interesse en de belangstelling van de rechter op peil blijft. En C, dat ze, wanneer ze erover moeten gaan beslissen, dat het pleidooi blijft hangen op het moment dat ze die beslissing nemen. Dus een goed pleidooi vereist een combinatie van goede weergegeven juridische argumenten. Je moet het ook een beetje, vind ik, goed kunnen vertellen. Wat is er nou vandaag aan de hand? En je moet een zekere overtuigingskracht etaleren. Soms niet. Er zijn cliënten die laten het helemaal aan je over. Wat je gaat zeggen, hoe je het gaat zeggen en de argumentatie. Dat is eigenlijk wel de grote moot. Die laten het over aan jou als raadsman. Het is natuurlijk wel zo dat ook bij die grote moot je heel veel contact hebt met je cliënt. En waarin je bespreekt met je cliënt wat wel en niet in het strafproces benadrukt moet worden vanuit de verdediging. En dus in het vooroverleg met je cliënt, daar draagt de cliënt eigenlijk al ook wel een beetje de bouwstenen aan voor het pleidooi. Maar voor de rest heb je natuurlijk ook cliënten met wie je de juridische argumenten heel precies en nauwkeurig bespreekt. Soms is het nadeel om daarmee te beginnen van de bekendheid en de ervaring is dat je merkt dat er wel hoge verwachtingen zijn. Dus je moet elke keer die hoge verwachting wel waarmaken. En dat is eigenlijk ook de beroepseer in mij die zegt van ik wil geen half werk afleveren, niet voor mezelf, niet voor mijn cliënt, maar ik wil ook eigenlijk de verwachtingen waarmaken. En voor de rest is het zo dat ik heb een bepaalde beroepseer en die beroepseer brengt met zich mee dat ik in elke zaak tot het gaatje ga. Ja.